genoeg weggevallen ook nog eens. Vanmorgen om 3 uur opgestaan. Ik heb maar 2 uur geslapen. 2 uur geslapen. Normaal gesproken trek ik dat nooit, maar het gaat best goed. De sneeuw is zacht, maar toch kom ik er goed overheen. Dat is mooi. Wat een rare dag, joh. Vanmorgen mijn kite gepakt. Ik denk, nou, dus, we gaan er lekker tegenaan. Maar nee, toen draaide die wind naar het westen. Naar het zuiden bedoel ik. Daar heb ik dus niks aan. Ja, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Uitstekend. Als ik dus verderop kijk naar Olotok, hoe heet het, Beach Punt, Komakuk Beach Point, daar zie ik heel in de verte heel veel kruimend ijs. En dus dat betekent dat ik dan daar niet overheen kan. Dus ik kan dan niet naar het strand, niet naar het land toe, zeg maar. Dus dat wordt gewoon te lastig. Dus ik zit nu gewoon echt een beetje vast. Ik zit eigenlijk gewoon echt vast nu. Wat ik kan hopen is dat het water lager wordt. Dat het wat minder hard gaat stromen. Net zoals vanmorgen. Dus dat de rivier waar ik overheen ben gestoken. Die was een stuk minder heftig dan gisteren. Natuurlijk vanwege al de... overdag smelt het natuurlijk veel meer. En in de ochtend is het wat minder. Vanwege de temperatuur. De zon gaat net onder. Oké, nou, weer terug op het riviertje. En straks het zeeijs op te gaan. Vliegt maar wat. Kon ik dat maar. Oops.
ziet eruit als een gat, jongens. 700. Oh my goodness. Nou, hier. Ik zak er bijna in een gat. Deze hier. Dan moet het 19 mei zijn. 19 mei. Ja. Nou, ik heb vandaag de hele dag eigenlijk geslapen. Ik ben net wakker. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb gisteren besloten om over het zeeijs te gaan. Dus ik ben een stukje teruggegaan over het riviertje. Toen weer het ijs opgegaan. En toen over het zeeijs. En het ging heel goed. Want ik had de dag ervoor al gezien dat er heel veel water lag. Dat het heel vlak was. Met je blauwe, heel lange, vlakke blauwe stukken. Dus ik ben gewoon... En die stukken die gingen heel lang door. Kilometers door. Kilometer of 5 of zo. Tot aan die toren daar, die je daar ziet. Dat is de Komakoek toren. Nou, met deze camera zie je dat niet zo heel goed. En die toren, dat is waarschijnlijk, bijna zeker, van het Canadese leger. En het mysterieus is, het science fiction-achtige, is dat die waarschijnlijk onbewoond is en dat daar dus niemand is en alleen maar wat machines staan te draaien de hele tijd. Dus heel af en toe hoor je opstarten van een soort generator of zo. Ik stapte bijna in een gat, echt een diep gat, en daarna in nog een, maar het bleek gewoon een barst te zijn, een opening. Ik had gewoon compleet 100% nat geweest van teen tot aan mijn nek. Ik had compleet alles wat nat geweest. Ik had dan echt wel eventjes mijn kleren moeten vervangen. Maar als dus die bergen lager worden met die grote heuvels, dan is die lucht zo de wijdheid wordt zo enorm veel groter. En dat vind ik schitterend mooi. Het is alleen wel zo dat dan gisteren was ik echt kapot. Het was avond, het begon een beetje een koude oostenwind begon op te steken. En ik voelde een verlatenheid. Het is echt, dat voelde ik gewoon. En ik was zo blij dat ik mijn tent neerzette. Dat ik dan strak trok en dat de tent stond. Die tent heb ik gisteren heilig verklaard, dames en heren. Ik was zo blij, uit de wind. Lekker een beetje dat laatste beetje zon op je tent. Het was heerlijk. Er zijn meer dingen die ik heilig moet verklaren. Dat zijn mijn kajak, dat zijn mijn kite en mijn brandertje doet het super goed. Kijk, ik weet wel, er is niets heiligs aan de materiële wereld. Maar het zijn wel de dingen die mij in staat stellen om te genieten van de wereld. En niet zo'n beetje ook. Dus en alles werkt gewoon. Afkloppen. Knock on wood. Nou, als het geen hout is.